De Vreule bij KNKB Media. Jammer, dit doet zeer. Ja, heel zeer. Twee keer twaalf, dus ja. De onbegrijpelijke dingen in de sport, ook in de keertsport, gebeurt er. Ja, dat is verrekte jammer dit. Zelf in handen, vjouw in voor. Ja. Wat gebeurt er in het veld op een gegeven moment? Van eerst vjouw om twee en dan denk je van, komt het nog wel goed? Ja, ja, ik dacht dat kind nog wel. Nou ja, dus vjouw om twee is nog net zo erg. Ze is nog steeds twee bordjes voor. Maar ja, we vergooien het gewoon zelf. Ik zou op een gegeven moment even een minnerieten in het midden van de partij. Ja, ik heb een paar boeten. Ja, het ging wel lekker, maar toch wel een gek te wild. En ja, dan gooi ik ze boeten. Maar ja. Op een gegeven moment just Steven in zijn rol groeien, hè? Of is er best maar in eigen bezig? Ja, nou ja, wij maken dezelfde fouten. Het is net dat hun op zich beter zijn. Ja, ze, natuurlijk, ze doen, maar wij vinden het neuk het gewoon zelf. Dat is gewoon zonde. Tuurlijk, Steven zit lekker uit te slaan en op te slaan, maar... Ja, in normale keerstermen, dit mooi net, maar het gebeurt al. Twijlin bij Belsum gebeurt het precies hetzelfde. Ja, domme. Ja, precies hetzelfde dit. Ja. Hier stien ik vier om hiervoor en Jim stien ik vier om hiervoor. Ja, ik dacht toen we vier hiervoor stonden, maar het net hetzelfde worden als in Belsum. Maar... Ja, dacht het wel? Ja, ik had er wel even nooit gedacht, ja. Maar ja. Ja, hoe kan dit? Ja, zelf eigenlijk geen idee. Ja, inderdaad het waarom kom. Fjouwerien moesten we terugpakken en allemaal is natuurlijk. Fjouwerien wie het wensen meer, dat die Fjouwerien achter stier, Fjouwerien niks achter, en dan een Fjouwerien achter, Jim Belsum, en die ik zou weer omkwam. Eigenlijk onbegrijpelijk, maar dat is, ja, verdij net, maar het keertsen is dat wel keertsen. Ja, het is keertsen, maar als je per toe binnen die voorzit, dan mag dat niet meer gebeuren. Dus ja. Wat bepraat je hem onderwielers nou? Van eerst het eerste en dan het tweede eerste en dan? Wanneer krijg je het moment dat je denkt van oké, nou maar weer even rust nemen? Nee, gewoon heet hij teruggeven natuurlijk. En bijvoorbeeld de voorsprong uitbouwen. En hopen dat hij niet een keer teruggeeft tot dan natuurlijk. En ja, het stagneerde op een gegeven moment. Ja. Ja, en bij hun begon het erin, leek het. Als die laatste bal van Stevens just. Ja. Sloeg ze knap, voelt ja. Ja. Je doet zeer. Ja. Tuurlijk dat zeer, maar het is nou eenmaal zo. Het is nou gebeurd. Ik kan nou niks meer doen dan. Dus ja, met u ben ik tevreden met ze. Dag Slokwensen. Ja, dankjewel. Ja, dit ben de keertswetten, hè? Ja. Ik ben er niet zo zeker van, man. Nee. Het is gewoon helemaal kloten. Hoe kun je de grip zo verliezen, hè? Dat zit je zelf ook al vregen. En dat, misschien hier neem je dat in de partij al. Nou ja, het is de hele tijd op saai, dus dan verlies je hem weer. Dan is die fout wat voor. Fout hier zelfs. De hele tijd op saai, dan verlies je hem krijg weer. Ja. En dan op leest, ja, Steven loopt het ik nam tag in? Ja, ja. Ja, die had ik best keertje. Die wie doet ik goed. Maar wij hebben een redelijk degelijk keertje, maar jammer. Krijg net. Wie hier het wel winnen kan, dan krijg ik geen geluk. Je doet pijn. Ja. Je noem je kaartspijn? Ja, kaartspijn. Ik wil alles. Alles door me heen.